Van welke muziek houdt u en met name welke artiesten? Hardrock. AC/DC, die stijl. Ja. Wow, heel divers. Rock, pop. Ja, dat eigenlijk wel het meest. Ja. Ik hou van rappen en van Nederlandstalige muziek. En dan gaat het om André Hazes. En rapartiest Lil Kleine. Hoe heet die nou? Dat zingt, dat van een kamp komt in vandaan, hoe heet het ineens nou? Nou, ik ben wel van de 70s en de 60s. Elvis Presley, Roy Orbison, een beetje dat oude, de classics, de Cats, zo, dat vind ik wel lekker, ja. Of bluesmuziek is ook wel leuk. Moody Blues, Ospel, al een keer geweest met mijn dochters, dus dat was kei gezellig. Overnachten, alles erbij. Dat vind ik wel leuk, ja. Dat houden van deze tijd, dat is niet aan mij besteed, nee. Vooral van de Duitse muziek. Die, hoe noemen ze die? Die slagerparaden en dat. Dat vind ik wel mooi. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, want ik heb mijn leven lang altijd gehouden van hippe, moderne muziek en van klassieke muziek. En als ik dan aan de klassieke kant mag beginnen, heb ik altijd heel erg genoten van de oude muziek. Dus ik ging altijd. Ik ben, geloof ik, wel 30 jaar lang naar het Festival van de Oude Muziek gegaan in Brugge. En van de andere kant heb ik met mijn kinderen ook altijd genoten van muziek van deze tijd. Welke artiest? Nou, ik vind Kensington wel heel leuk. Een beetje top 40 muziek eigenlijk. Ja, dat is wel mijn voorkeur. Ja. Jongen, ik ben niet zo'n muziekliefhebber. Helemaal niet. Dus dat is het antwoord al. Ja, van zoveel artiesten. Ik vind Queen vond ik vroeger heel erg mooi. En nou heb ik diverse smaken eigenlijk. Mijn broer zijn muziek. Die deed altijd aan de grens van de Duitse heuvelen. Ja, en die muziek allemaal. En weet gauw. Als de sterren boven stralen. Wat hebben we nog meer? Rode rozen. Zo, dat is een leuke vraag. Ik hou eigenlijk van heel veel soorten muziek. Hoe mijn stemming eigenlijk een beetje is. De ene keer luister ik klassiek, dan weer techno. Een gekke bui Nederlandstalige muziek. En dan een beetje van die meezingers. Dus om nou te zeggen van dat ik van één muzieksoort hou, meerdere. Ja. Ja. En als ik qua artiest... Een bandje waar ik heel erg fan van ben is The War on Drugs. Klinkt heel erg radicaal, maar dat is hele rustige indie rock. Dus dat is mijn, op dit moment mijn lievelingsmuziek. Ja. Ik vind Nederlandstalig gewoon leuke muziek. En eigenlijk alle voorkeuren is eigenlijk Ilse de Lange vind ik erg leuk. Dat soort muziek. Dus veel muziek hou ik van. Allerlei variaties. Ik ben geen man van muziek. Nee. Dus muziek, dat boeit me niet, wil ik niet zeggen, maar daar ben ik niet geïnteresseerd in. Dat gaat meer richting de EDM, de house, de hardere dance, de festivals. Die we dikwijls zien. Ja, artiesten niet echt speciaal, bepaalde artiesten. Ik heb eigenlijk zelden of nooit muziek aan, of een radio aan thuis, dus ik kan daar niet echt antwoord op geven. De artiest Gerard Joling. Ja, van die genre muziek hou ik het meeste van. Beetje zo'n klassiekere, niet echt klassiekere muziek is het ook weer eigenlijk niet, maar Gerard Joling is een van mijn favorieten, ja. Oh,
arbeidsvitamine muziek, daar ben ik wel van. En soulmuziek, jaren 70, hè. Ja, dat was mijn jeugd, zeg maar. Dus dat, daar ligt een beetje mijn muziekstijl, zeg maar.